Onze camera was deze dagen gericht op het inwendige van de Amsterdamse RAI. Vier dagen lang is in de RAI in Amsterdam de vakbeurs voor de hotel, restaurant en cafébedrijven. Het vele nieuwe dat hier werd tentoongesteld trok ook de belangstelling van particulieren. En vooral de dames keken hun ogen uit. Lieve mensen, we zijn hier bij elkaar. Want de horeca bestaat 60 jaar. En kijk eens aan, wat is er veel veranderd. De hele wereld die wordt anders. Eerst de ijsmachines, iedereen die heeft iets cools vast. En vaatwassers, die zijn groter dan een koelkast. De prachtigste serviezen en koffieapparaten. De RAI was en is de plek om er kennis mee te maken. We delen kennis samen en je moet niet onderschatten dat dit de bakermat is van zelfrollende matten. De eerste stofzuigers, oven en magnetron. Dit is de grond waarop het allemaal begon. Een bron van inspiratie en innovatie. Je ontdekt hier wat je straks in elke zaak ziet. Zo kan elke klant nu zijn eigen programma kiezen. En dat is een noviteit die de bioscoop nabij komt. Het was het land van nu staan we aan de rand van een vol automatisch restaurant, man. Waar de chef van tevoren op een app precies kan zien wat jouw lichaam nodig hebt. Je weet waar je eet door de mensen die je spreekt en de keus wordt verdiept en verbreed. De foodshopper krijgt zijn macht terug, zijn smartphone maakt hem machtig. En door die techniek in zijn hand wordt de hele dynamiek ineens transparant. Welkom in de saus van Lange Frans, beetje sambal erbij en de vlam in de pan. Iedereen die is verantwoord. Elke vraag verdient een antwoord, want wat we hier consumeren heeft zijn invloed op de hele wereld. En qua verspillen valt er veel te winnen, van boer tot aan bord de systemen verzinnen. We zijn al kampioen hier in logistiek en we blijven ook aan kop op dat gebied. Welkom op de horecava, van robot ober tot chocolava. Fit, vitaal, minder vlees, meer groenten en insecten, maar daarvoor geen vrees. En hoe de beverage ook mag gaan stromen, groener, gezonder, gewoon. Gastvrijheid wordt een keuze, minimaal of juist reuze. Zoveel mensen, zoveel keuze. En misschien is dat juist wel het leuke. Er moet wat gebeuren in smaken en kleuren. De poorten zijn open om te blurren. De battle voor de binnenstad zijn binnenpret. De consument spent meer en meer op internet. Maar soep komt nog niet uit een printer. Een klant die valt altijd een winnaar. We moeten duurzaam, we moeten puur gaan. Hand in hand met de natuur gaan en door het vuur gaan. Maar ik heb het vertrouwen dat we met z'n allen hier die toekomst kunnen bouwen.